Patty Bart blijft niet achter in het uiten van haar ongenoegen over bepaalde mediapersoonlijkheden. Na haar afwijzing van Jeroen Pauw als onmens, onthult ze nu dat ze ook Sophie Hilbrand om te kotsen vindt. Patty heeft daarom een uitnodiging voor de talkshow Sophie en Jeroen resoluut afgewezen, en ze deelt haar gevoelens tijdens een verschijning in de talkshow van Roosmale en Groenteman. In de uitzending laat Patty blijken dat ze Jeroen Pauw als nestie beschouwt, waarbij ze herinnert aan een onaangename ervaring aan zijn tafel. Ze bekritiseert ook Sophie Hilbrand en geeft aan dat ze niet gecharmeerd is van de manier waarop beide presentatoren zich gedragen, ondanks hun ogenschijnlijke nette houding. Patty deelt een specifieke gebeurtenis waarbij Jeroen Pauw een grote foto van haar dochter achter haar plaatste zonder haar medeweten. Toen hij haar confronteerde met de foto, zonder rekening te houden met het emotionele aspect dat erachter schuil ging, voelde Patty zich ongemakkelijk en gekwetst. Ze beschrijft Jeroen Pauw als iemand die altijd commentaar heeft op showbiznieuws, maar volgens haar niet beter is dan degene waarover hij praat. Gijs Groenteman, de gastheer van de talkshow, reageert geschokt op het verhaal en noemt het onaangenaam. Patty benadrukt dat haar afwijzing van Sophie en Jeroen gebaseerd is op haar persoonlijke ervaringen en het recht om te kiezen met wie ze aan tafel wil zitten. Ze sluit af met het bekritiseren van de schijnheiligheid van mediapersoonlijkheden die volgens haar pretenderen netjes te zijn terwijl ze zich schuldig maken aan vergelijkbare praktijken als die waar ze over berichten.